gaan we dan. De 5 beste video-apps voor je iPhone 11. Tijdens de Apple Keynote-presentatie toonden ze een samenwerking aan met Filmic Pro. Een app die al langer beschikbaar was. Maar nu kon je met die app de 3 camera's aan de achterkant gelijktijdig gebruiken. In combinatie ook nog eens een keer met de camera aan de voorkant. Probleem is alleen, die functies zijn nog steeds niet beschikbaar. Die app kost 17 euro. En op het moment dat je alle functies van die app wil ontgrendelen, moet je nog eens een keer 15 euro bijbetalen. Dat lijkt me een beetje te veel van het goede. Zeker als je een samenwerking aantoont met Apple, mag je een beetje verwachten dat als je zo'n dure telefoon koopt, dat er zoiets toch wel een klein beetje bij inbegrepen is. Dus in deze video ga ik je 5 apps tonen waarmee je zowel kan filmen als monteren. Sommige gratis en sommige betaald, maar gelukkig een stuk minder dan die Filmic Pro. App nummer 1 heeft net genoeg functies om zich te kwalificeren als een app. En dat is de standaard Foto's app. Ik weet het, het klinkt heel raar, maar hij heeft echt genoeg functies. Blijf er nog even bij. Dat komt omdat normaal gesproken, als je een video had opgenomen, dan kon je in de Foto's app vrij weinig. Je kon de video korter maken en vanuit daar eventueel nog versturen. En dat was het eigenlijk. Nu is het zo dat je heel veel zaken achteraf eindelijk kan aanpassen. Denk aan de belichting, contrast, verzadiging, warmte. Die zijn allemaal achteraf aan te passen. Dus dat is heel erg fijn. Daarbij heb je de bekende presets die we ook al kenden vanuit de foto's. Dus iets bijvoorbeeld heel erg warm of heel erg cool maken. Nou ja, leuke kleurenfilters. Veel belangrijker is dat je nu een video kan spiegelen. Dus mocht je iets in spiegelbeeld hebben opgenomen, dan kan je het in één keer ongedaan maken met één druk op de knop. En eindelijk kan je nu ook een video draaien. Dus mocht je iets per ongeluk in een landschap of een portretmodus hebben opgenomen en dat wil je kantelen, dan kan dat eindelijk met één druk op de knop. Daarbij komt ook nog eens een keer dat ze ervoor gezorgd hebben dat je de correcties kan uitvoeren op de horizontale en de verticale as. Dus op het moment dat je iets te schuin hebt gefilmd en dat wil je recht trekken, dan kan dat ook. En daarbij heb je tot slot ook nog eens presets wat betreft de beeldverhoudingen. Normaal gesproken als je iets filmt dan liggend, dan is dat in 16:9. Maar stel dat je er 1x1 van wil maken voor Instagram, dan kan dat vanuit de Foto's app en kan je het vanuit daar ook weer versturen. De tweede app, en dat is degene die op dit moment de meeste concurrentie vormt voor Filmic Pro, en dat is Mixcam. Die kan je gratis downloaden in de App Store. En daarmee kan je de camera aan de achterkant gelijktijdig gebruiken met een camera aan de voorkant. Het enige nadeel van die app is dat je dan wel een logootje in de hoek van je opnames hebt. Maar gelukkig kan je die dan weer voor €3,50 eraf halen. Het mooie van Mixcam is dus hetgeen wat je straks ook gaat krijgen in Filmic Pro. Je kan dus zowel de camera aan de voorkant als de camera aan de achterkant gelijktijdig gebruiken. Nu heb ik toevallig mezelf even klein in een hoekje gezet en het onderwerp groot. Maar goed, dat kunnen we met een druk op de knop kunnen we dat ook omdraaien. Heel erg makkelijk. En ik kan me best wel voorstellen dat dit dus een nieuw dingetje gaat worden. Want ja, zo kan je de kijker wat uitleg geven. Bijvoorbeeld in dit geval over een nieuwe 3-serie. Nou, dan kan je gewoon blijven praten tegen de camera terwijl ze je zien. Maar gelijktijdig kan je dan zeggen van, nou, kijk, dat is het interieur. Heel erg handig. Dan heb je ook nog een paar verschillende mogelijkheden. Kijk, op deze manier eerder een gimmick. Boven en onder, eventueel nog met een wit framepje erbij. Deze zijn een beetje overbodig. Ik zie vooral de eerste twee, daar zie ik echt heel erg het nut van in op deze manier. En het lijkt op deze manier een beetje op FaceTime. Druk simpelweg nog even op het groene icoontje om te accepteren. Nou ja, en je kan beginnen met opnemen. Nou, doet hij dat overigens ook nog eens een keer met een fotomodus en eventueel een groepsfoto. Daar zie ik het nut ook niet echt van in. En een loop is eigenlijk hetzelfde als boomerang bij Instagram. Er is nog één nadeeltje aan Mixcam en dat is dat je achteraf natuurlijk niks meer kan bepalen. Op het moment dat jij een ontwerpje hebt gekozen en daarmee je video hebt opgenomen, kan je achteraf niks meer aanpassen. En naar verluidt is het zo dat je met Filmic Pro, op het moment dat je dus meerdere camerahoeken hebt gekozen en daarmee hebt opgenomen, de originele bronbestanden eruit kan halen en dus op de computer dan een hermontage kan maken. Dat is dus met Mixcam niet zo. De derde app, en dat is Adobe Premiere Rush, speciaal ontwikkeld voor smartphone en tablets. Daarmee kan je zowel opnemen als monteren. En bij het opnemen heb je dan meerdere camerafuncties tot je beschikking. Veel meer dan dat je gewend bent uit de standaard camera app. Zo kan je je framerate en je resolutie aanpassen, maar natuurlijk ook je belichting en je witbalans en noem het dan maar op. En op het moment dat je klaar bent met je opnames, dan kan je al je clips naar de montagetafel brengen en daar de standaard montagetrucs uitvoeren. Dus eventueel clips verkorten, verplaatsen, aanpassen in kleur of effecten, overgangseffecten, muziek toevoegen, noem het allemaal maar op.
Eventueel kan je het ook exporteren gelijk voor je bekende social media kanalen. Maar op het moment dat je zegt ik wil thuis nog verder gaan, op het moment dat je thuis weer aangesloten zit op de wifi, synchroniseert hij alles automatisch in de cloud. En dan kan je datzelfde project gelijk oppakken op je desktopcomputer. Dat is heel erg fijn. Daarbij moet ik wel zeggen dat ja, de app is gratis, maar er zit een limiet op van maximaal 3 exports en 2 gig opslag in de cloud. En op het moment dat je ietsje meer wilt, dan moet je al een abonnement afsluiten van €13 in de maand. En dan heb je 100 gig opslag in de cloud. Persoonlijk zou ik zeggen, ga altijd voor een iets breder pakket, bijvoorbeeld voor €15 in de maand. En dan heb je automatisch ook bijvoorbeeld Lightroom of een andere app naar keuze erbij. Maar alsnog is dit een behoorlijk complete app. App nummer 4, en dat is een alternatief op nummertje 3. Op het moment dat je geen zin hebt om te betalen voor zoiets als Adobe, maar je wel iets meer wilt dan de standaard Photos app die we op nummer 1 hebben behandeld, dan kan je natuurlijk altijd nog uitwijken naar iMovie. Die is zo oud als de weg naar Rome. Maar ja, hij is gratis en hij zit standaard op je iPhone. Maar daarmee kan je natuurlijk simpelweg meerdere clips achter elkaar zetten, dus een montage maken en daarmee exporteren voor je bekende social media platformen. Je kan er dus niet mee opnemen en je kan voor de rest dus ook niks aanpassen. Het is echt puur en alleen bedoeld om meerdere losse clips achter elkaar te zetten om een gehele video van te maken. En zoals mijn moeder altijd zei, bewaar het best voor het laatste. En dat heb ik voor deze video dan ook zeker gedaan. App nummer 5, by far mijn favoriete app van dit moment. En dat is toevallig ook gelijk de naam van de app, Moment. Die kost €7 in de App Store. En daarmee transformeer je je iPhone naar een serieuze videocamera. Alle functies die je gewend bent van een echte videocamera, heb je op dat moment ook op je iPhone. Om te beginnen heb je meerdere picture profiles, zowel flat als log, waardoor je dus het meest dynamische bereik hebt en achteraf je footage kan color graden. Heel erg fijn. Daarbij heb je audiometers, dus stel je hebt een microfoon aangesloten, dan kan je je meters in de gaten houden, waardoor het geluid nooit kan oversturen. Je hebt een waveform, zodat je je belichting in de gaten kan houden. En daarbij heb je ook nog eens een keer een focus peaking, zodat je altijd weet waar de scherpte ligt. Normaal gesproken doet de iPhone natuurlijk zelf scherpstellen. Maar als jij denkt van nee, ik wil dat de scherpte altijd op dit punt ligt, want je bent iets specifieks aan het filmen, dan kan je dat ook nog eens een keer zelf vaststellen. En hij laat het beeld zien waar het dan precies is. En wat heel erg fijn is, is dat je in deze app de bitrates kan instellen. Dus stel je wilt wel in 4K filmen, maar je wilt niet in de allerzwaarste resolutie, waardoor je gelijk je telefoon volplemt, dan kan dat dus een iets lagere kwaliteit. Heel erg fijn dat die mogelijkheid erin zit. En tot slot heb je ook nog een keer fotomogelijkheden bij deze app. Daar zal ik in deze video niet helemaal op ingaan. Het mooiste is wel van die app om even te vermelden, is dat je ook in RAW kan fotograferen, waardoor je dus al je zaken achteraf nog eens een keer kan aanpassen. Kleine disclaimer is dat je niet de ultrawijde camera met RAW kan gebruiken, alleen de normale en de tele. Het lijkt me dat dat een firmware dingetje is. Maar verder dan dat is het echt mijn favoriete app van dit moment. Tijd om de video af te ronden. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Laat het ook even weten in de reacties. Stel dat je nog een video wilt zien over de fotomogelijkheden van de iPhone 11. Laat het dan ook even weten in de comments. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video.